Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier de set Explore van SES Creative. Die heb ik laten zien. En hier zie je wat er kan gebeuren. Je kunt edelstenen opgraven. Dat gaan we vandaag dan ook doen. Er zitten zo'n 6 edelstenen in. En we gaan eens eventjes kijken of ik er een paar kan vinden. Daarvoor heb ik hier het gipsblok. Die zit nog verpakt in het plastic. Dat moet ik nog even uitpakken natuurlijk. En verder heb ik hier een hamertje van hout en een beitel. Die is van voren heeft een beetje een aparte vorm. Beetje spits. Dan moet ik eerst het plasticje eventjes losmaken. Dat zit er best wel strak omheen. Zo. Ik heb trouwens hier een deksel van een schoenendoos eronder gelegd. Zodat alles niet zo heel vies gaat worden. En dan ga ik beginnen. En waar zou ik beginnen? Misschien hier? Ik dacht dat je gelijk een stukje ervan af kon halen, maar dat gaat toch een beetje lastig. Die hamer die is echt heel saai. Het lukt echt totaal niet hiermee. Ik heb maar een echte hamer erbij gepakt. Zo, en nu zie ik hier eindelijk de eerste edelsteen. Ik had er net eventjes heel hard op geslagen op het gipsblok. En toen brak het in wat grotere stukjes. Dan ga ik even verder met dit stuk. Tot nu toe zat er verder helemaal niks in. Ik dacht dat ik een steen had gevonden, maar dat was niet zo. Het was geen edelsteen. Daar hebben we hem. En volgens mij zit ook een edelsteen. Het is zwart. En misschien verandert hij nog een beetje van kleur als ik hem onder water hou en hem afspoel. Ik heb hier echt aan één stuk doorlopen hameren, maar ik zie nog steeds niks. Dan gaan we eens eventjes verder hier. Dan is het wel genoeg voor vandaag. De volgende keer ga ik wel weer verder, denk ik. Dus ik heb nu ongeveer de helft van het blok gehad en er zaten 2 edelstenen in tot nu toe. En de volgende keer dan ga ik proberen om de andere stenen te vinden. In totaal moeten er 6 stuks in zitten. En deze hebben ongeveer dezelfde vorm en dezelfde grootte. Deze is paars. En aan de zijkant is die een klein beetje kapot, lijkt het wel. Maar misschien hoort dat ook gewoon zo, dat kan ook. En hier hebben we dus nog die zwarte. Ja, dit leg ik eventjes aan de kant. Daar ga ik dan de volgende keer wel weer mee verder. Het is toch nog een beetje vies geworden hier. En deze ga ik eens eventjes afspoelen, zodat we kunnen zien hoe ze er echt uitzien. Zo zien de edelstenen eruit. Ik vind deze echt heel erg mooi. Hij is paars, maar tegelijkertijd is hij aan de zijkanten een beetje transparant. En als je eventjes goed kijkt, dan lijkt het wel alsof er van die streepjes en bubbeltjes in zitten. Dat vind ik wel een leuk effect.
En ik dacht eerst dat het leek alsof er iets afgebroken was, maar het is gewoon helemaal glad en het hoort gewoon bij die steen. En dan heb ik nog dit zwarte steentje. Die is relatief mat qua kleur. Ik denk dat die zo geslepen is, maar het zou ook kunnen dat het gewoon een eigenschap is van de steen zelf. En deze heeft ook een beetje van die streepjes als je goed kijkt, maar verder is die compleet zwart. Ook deze ziet er erg mooi uit, maar ik moet zeggen, ik vind die paarse toch net wat mooier. Jullie kunnen me in de reacties laten weten welke steen jullie mooier vinden. Ik ben heel erg benieuwd welke stenen ik de volgende keer ga vinden in dit gipsblok. Ik vond deze hartstikke mooi, maar hopelijk gaan we de volgende keer nog coolere stenen vinden. Welke vinden jullie beter? Laat het maar weten en geef me een duimpje omhoog als je het leuk vond. En wees ook maar eerlijk, zouden jullie deze echte hamer hebben gebruikt of het houten hamertje van de set? Als jullie het leuk vonden, dan kun je onze andere video's kijken. Bijvoorbeeld de unboxing van deze coole set van SES. Die kun je bekijken en verder de vele andere video's. We hebben al verschillende van die opgraafsets laten zien. Bijvoorbeeld dinobotten. Dus er is genoeg om te zien op het kanaal. Die video's kun je bekijken. Abonneer je op ons kanaal. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!